De stromingen van de zee zijn prachtig en zorgen bijvoorbeeld voor de golven waar ik op kan surfen. Maar de stromingen nemen ook plastic deeltjes met zich mee. Ik onderzoek hoe plastic deeltjes zich verspreiden door de oceanen. Dit doe ik niet op het strand, maar achter de computer. Ik maak computersimulaties waarmee we simuleren hoe plastic deeltjes zich verspreiden door de oceanen. En deze modellen proberen we zo nauwkeurig mogelijk te maken door zoveel mogelijk data in te stoppen. Bijvoorbeeld van plastic concentraties in de oceanen en op stranden. En bij deze plastic deeltjes hoef je niet alleen te denken aan de grote deeltjes die je makkelijk kan zien, maar vooral aan heel veel kleine plastic deeltjes van enkele millimeters groot. En deze deeltjes noemen we ook wel microplastics. Ja, ik ben deze december op een wetenschappelijke expeditie geweest naar de Atlantische Oceaan. En daar hebben we gekeken hoeveel microplastics er in de oceaan drijven. We hebben bijvoorbeeld netten naast de boot gehangen en hierin blijven ook de kleinere stukjes plastic zitten. En voor mij was het heel erg interessant om te kijken wat voor soorten plastics hierin zaten. Elke soort plastic heeft eigen eigenschappen. De ene plastic brokkelt bijvoorbeeld sneller af dan het andere soort plastic. Nee, eigenlijk niet. Ik heb lucht- en ruimtevaarttechniek gestudeerd. En voor mijn master heb ik gekeken naar hoe lucht om objecten heen stroomt. En wat ik heel erg leuk vind aan onderzoek doen, is op een creatieve manier modellen gebruiken om antwoorden te zoeken. We hebben bijvoorbeeld gekeken naar hoe geologen modelleren, hoe stenen uit elkaar brokkelen. En deze kennis hebben we ook toegepast om een model te maken hoe plastics uit elkaar brokkelen. Ja, het lijkt natuurlijk heel erg voor de hand liggend. Het plastic moeten we gewoon opruimen. Maar ik denk dat het heel erg goed is om eerst het probleem te begrijpen voordat we het proberen op te lossen. We proberen nu een beter overzicht te krijgen van waar plastic vandaan komt en waar het terecht komt. En als we hier een beter beeld van hebben, kunnen we misschien efficiënter en meer gericht plastics op gaan ruimen. Of we zouden kunnen denken aan maatregelen om te voorkomen dat nieuwe plastics in de oceaan terechtkomen. Ja, als je in het midden van de oceaan bent, waar verder niemand komt, en je ziet daar plastics drijven, dan kan je daar natuurlijk wel pessimistisch van worden. En ik denk ook dat plastics wel een probleem vormen bij de kust, waar bijvoorbeeld dieren in netten kunnen blijven hangen. Je ziet wel dat mensen steeds meer bewust worden van het plasticprobleem. En dat geeft me dan weer hoop.